Wat luxe Gantwaze, dag 2 van de finale. Uiteraard die 3-0 voorgift voor Gantwaze, begin van de wedstrijd. Goeie bal daar is uiteindelijk Van den Broek. Goeie redding in dat duel met Duvekot. Goeie actie van Hellin. En dan Van den Broek, uitstekende redding. Strafcorner zonder Charlet, die is geblesseerd. Dickmans legt hem klaar voor Willems. Ah, de redding van Charles Masson. Dickmans nog eens. En dan gevaarlijk spel. Ah, mooie variant. Goeie redding van Charles Masson op de achterlijn. Blijft voorlopig 0-0. Maar Badux gaat er vol voor. Echt lekker in die wedstrijd. Kina kan hem meegeven met Hellin. Daar is Hellin, breekt hem nog eens voor. En het doelpunt van Esquelin. Het moment van Antoine Kina brengt die bal tot bij Guillaume Hellin. En dan duwt hij hem binnen via Esquelin. En zo 1-0. Eerste doelpunt. En zo ja, een voorgift van 4 doelpunten. Dit wordt lastig voor Badux. Begin van het tweede kwart. Met de versnelling van Masson. Nog eens meekrijgen, dat is de bedoeling. En dan redding van Van den Broek. Poging van Tinvee. Strafcorner. Dickmans kan slepen. Aha! Goeie redding met de stick van Santiago. Dickmans ja, moet gaan slepen, omdat Charlet er niet is. Maar Santiago houdt het gaaf. Opnieuw dezelfde opstelling. Dickmans opnieuw aan het cirkel. Dickmans scoort laag tegen de plank. En zo 0. Of wat zeg ik? 1-1. Doelpunt van de hoop. Nog 3 te gaan voor Badux. Ze zitten echt goed in die wedstrijd. Dwingen Gantwaze bij momenten toch echt achteruit. Tweede helft ondertussen met Murray. Heeft ruimte. Sean Murray. Nu kunnen ze het gaan afmaken. Murray tot bij Tinvee. En dan uiteindelijk nog Petit op de goede plek. Oh, zo noodzakelijk. Goeie actie van Murray en Tinvee. Allebei op het appel in deze play-offs. Petit staat ook op zijn plek voor de neus van Duvekot. De Pauw, het moet stilaan gaan gebeuren voor Badux. Sidler kan proberen. Oeh, nog de redding van Santiago. Dickmans lag te wachten. Maar het blijft voorlopig 1-1. Deze had erin gemoeten. Maar daar nog de poging van Tinvee. Goeie redding van Van den Broek. Murray, iedere keer weer die gevaarlijke uitvallen van Gantwaze. En hij brengt de bal voor. Ah, de redding van Van den Broek. Clément kan die bal misschien nog oppikken. Nee. Ja, Van den Broek, ijzersterk seizoenseinde van de doelman van Wadux. Hier met de schouder, helemaal dicht bij de beslissing. De Pleu, tot bij Duvekot. Makkelijk voorbij zijn man. Duvekot meegeven met Clément. Clément, nee, 2 komt er niet uit. Dat tussen de benen en dan scoort hij wel. Timothée Clément, het is binnen. Gantwaze is kampioen dankzij Timothée Clément. De Fransman. Hier tussen de benen, dan nog de redding van Van den Broek, maar 3 keer is uiteindelijk te veel. En hij zegt even nadenken, jongens. Nog 7 minuten. Willems krijgt het op zijn heup. Willems brengt hem wel voor en het wordt nog 2-2. Gaëtan Dickmans, geweldige actie van Tommy Willems. Misschien net iets te laat, maar Wadux krijgt wel loon naar werken. Speelt bijzonder goed, maar het is te weinig, want de kampioen is uiteindelijk Gantwaze. Na de vrouwen, nu ook de mannen. Het zat sterk in elkaar. Gisteren de basis gelegd en vandaag gewoon afgemaakt. En voor het eerst in 102 jaar zijn de mannen van Gantwaze kampioen in het hockey. Guillaume Hellin, lekkere wedstrijd, krijgt daarvoor een fles champagne. Maar dat is het minste, want deze trofee gaat naar Gent. De hoofdstad van het hockey. Ligt niet meer in Antwerpen of in Brussel. Maar gaat naar Gantwaze, kampioen bij de vrouwen en nu ook kampioen bij de mannen.